Natuurlijk ren ik ook ineens weer de verkeerde kant op. Oké, mijn deur staat open. Heerlijk. Ik ben al van nu veilig. Maar natuurlijk ben ik helemaal niet veilig. Zombies kunnen mijn deur breken. En er zit een pin op mijn dak. Appa. Oh, you little bugger. Ow. Nu ook zo met die update, zijn er duizenden zombies nu. Als je één zombie doodslaat, krijg je er duizenden voor terug. Ik heb helemaal XP in mijn face. Hallo XP. Nou, heerlijk. Dat is dus een dagje in mijn hardcore wereld. For fuck's sake. Ik moet echt proberen om een cave direct aan mijn huis vast te maken. En dat hij ook echt gewoon. Of tenminste aan mijn gebied in elk geval, dat die poort ook echt dicht kan. En dat die muur een keertje spider-proof wordt en zo. En ook zombie-proof lijkt me ook wel handig. Oké. I saw you there, little bugger. Oké, die is dood. We hebben wel XP boost gekregen. We zijn nu level 5. Auw, dank je. We zijn nu. Oeh, carrot. Maar die carrot gaan we waarschijnlijk planten. Ja. Maar het wordt dus nog niet tijd om een gebied te upgraden. Nou, heerlijk. Ik kreeg maar eentje. Oké. Maar goed. Waar waren we mee bezig? Ik heb geen flauw idee. We waren bezig met de zombie-apocalypse. Maar die hebben we net achter de rug. Hoeveel hout hebben we nog? Nou, niet echt extreem veel. We hebben achteraf weer wat hout nodig. Maar na. Ja, ik weet niet. Over ongeveer 8 minuten nemen we alweer afscheid van jullie. Ik begin nog niet met mijn autopraatje. Dat is een beetje te. Hallo.
Zo. Oké. Hallo, hout. Ik ga trouwens zo meteen ook een keertje gewoon. Ik ga werken aan die muur. Nu weet ik wel, ik wissel nu de hele tijd maar van dingetje om te doen. Het is alleen, als ik sommige dingen niet doe, dan loopt het dadelijk fout. En ik weet, als ik sommige dingen wel doe, dan krijg ik zo meteen, word ik ineens zo meteen beloond. Door Sophie of zo. Ik weet niet. Oké. Okay. Nee, dat kan daar niet. Of kan dat hier dan misschien? Ja, yep, het kan. Dat is ook iets wat ik nu van plan ben om te doen. Gewoon even een hele snelle mijn. Die wil ik hebben. Dan ga ik even duizenden sticks van maken. Van die duizenden sticks gaan we even een heleboel ladders maken. Oké, 57 ladders, daarmee moeten we het wel redden. Ik zei net dat we bezig gingen zijn met een muur, maar nee. IJzer. Nu heb ik wel, oh, never dig straight down. Nee! Zacht. Cool. Nou, nu mij wel straight down, alleen we doen steeds twee blokken, zodat we altijd wel op eentje blijven staan. Zo donder ik tenminste ook niet in de lava als het ineens gebeurt. Ik maak die trouwens ook alweer dicht uiteindelijk. Nou, uiteindelijk zeg ik ook vandaag wel. Daar zijn dus twee zombies. Ik hoor ze echt fucking dichtbij. Ik heb de zombies getriggerd door er eentje dood te slaan. Hoe laag zit het nu trouwens al? 30 pas.
Oké, heerlijk. Niet genoeg bouwmateriaal. Oh, ijzer. Nog meer ijzer. Ze kunnen voor mij. Spin zit eigenlijk op de platform. Die komt niet zomaar hier naar beneden. Voor meer bouwmaterialen verzamelen. Oké. Mooi. Oh, hallo. Oké. Oké, heerlijk. Ja, oké, die lang laten we horen. Kom op. Ja, oké, het begint donker te worden. Zo, dat hebben wij dus gedaan. Wij kunnen heel makkelijk naar diamond niveau. Maar nu gaan we even slapen. En dan hoop ik dat jullie de volgende keer weer kijken naar de. De hardcore begins, heb ik me over gezegd. Ik heb die naam echt lang niet meer uitgesproken. Maar goed, beste kijkers. Tot de volgende keer!